We hebben eerst nog getwijfeld, want de eerste naam was Diamonds. Ja. Weet je dat nog? Ja, ja, juist. En dan dachten we Diamonds als misschien wel iets te perfect, een diamant of zo. In het begin wist ik zelfs niet dat dat bestond, de A-ploeg. Ik was jong en ik kende bijna niemand, dus voor mij was dat in het begin echt heel onwennig. Toen de bekerfinale van de vrouwen, daar ging ik meestal aan toe gaan kijken. Dus ik had zowel, niet echt precies spelers echt toen ik klein was, maar zowel de ploegen dat ik wist van oké, er bestaan wel degelijk eerste ploegen in het vrouwenvoetbal ook. À l'époque, comme Félie vient de lire, on n'avait pas vraiment l'opportunité de voir le football féminin à la télé ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu compliqué de se dire qu'en tant que fille, on pouvait jouer au foot. Alors que maintenant, ça a complètement changé. On voit le football féminin partout, donc c'est super bien. Iedereen praat de rode duivelinnen, maar dat was misschien nog meer gekoppeld aan de mannen dan. En dan kwam de Red Flames en dat was onze eerste stap vooruit eigenlijk. We hebben eerst nog getwijfeld, want de eerste naam was Diamonds. Ja. Weet je dat nog? Ja, ja, juist. En dan dachten we Diamonds als misschien wel iets te perfect, een diamant of zo. En dan kwam Flames. Quand j'ai eu ma première sélection, il y avait encore Aline Zeller. Et c'était la Red Flame que je connaissais le mieux, que j'avais suivi vraiment depuis que j'étais toute petite. Et puis il y avait des joueuses comme Tessa. Un sentiment assez bizarre et cool à la fois. Ja, je gaat dat nooit vergeten, denk ik. Mijn meisje is tegen Duitsland. Dat is wel al direct een stevige tegenstander. Ik denk dat het gevoel is dat je niet kunt omschrijven als je doel als klein kind bent te voetballen natuurlijk. Vroeger was dat één dokter, één coach, twee coach, geen keepers. Keeperstrainer was eigenlijk niet zo. Mijn debuut was 11 jaar geleden of zo, ongeveer. Dus toen stonden we misschien al wel wat verder dan bij het debuut van DAF. Maar ik denk dat we nu nog zoveel verder staan. Dus we hebben heel veel meegemaakt, denk ik. Ja.